Het is een nacht die je normaal alleen in Gerudo Valley ziet. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zepi, Ocarina of Time. In de vorige aflevering zijn we heel erg stealthy geweest, hebben we helaas de missie objective die we toen hadden verzonnen niet gehaald. En zijn we in Corrido Village, zijn we één keer gecaptured en hebben we dus zeg maar wel alle carpenters bevrijd. Zo, wat een accent in één keer. In deze aflevering gaan we beginnen met een paar sidequests die we dus zeg maar hier kunnen doen. Nee, niet weer sidequests. Wel. En deze is op zich eigenlijk best wel nuttig. Dus hebben we Epona nodig? La la la, la la la. Hartstikke leuk. Maar hier hebben we Epona voor nodig, omdat we gaan dus boogschieten terwijl dat we paard rijden. En dan denk je bij je eigen van, oh nee, dat zal natuurlijk heel erg lastig worden. Gelukkig gaat het paard rijden volledig automatisch voor ons, dat we dus zeg maar niet druk over hoeven te maken. Het enige nadeel is, deze plek is nogal glitchy zeg maar, om Epona op te roepen. Epona die zal altijd zeg maar hieronder staan, dus moet je eventjes van die heuvel afvallen. En dan kun je dus zeg maar Epona... pakken! Oké, nou, het maakt volgens mij niet uit of het nacht of dag is. Mocht dat wel uitmaken, dan maken we het zo dag. Is geen enkel probleem. Maar wat we willen doen, is we willen dus met Epona deze kant op gaan rijden. En deze minigame die we kunnen gaan doen, kan best wel veel pijlen, zeg maar, opvreten. Veel pijlen, voor mij nou. Kan eigenlijk best wel veel rubies opvreten. Dus het enigste moment dat we nog rubies nodig gaan hebben, is op dit moment. Nogmaals, ik zeg rupees, not rubies. Nee, het moet hier voor dag zijn. Aangezien rubies is van een hele enge game. En ja, jullie kennen dit drill ondertussen wel. Goed, laten we een dag maken. Yay! Enigste nadeel is dat teleporteren ons weer helemaal terug hier naartoe. Nou hoop ik dat onze Epona nog steeds zeg maar daar op onze goede plek staat. Anders hebben we dus een heel groot probleem. Dus, ja, nee, dit is de goede kant. Oké, ik dacht heel eventjes dat ik de verkeerde kant op ging. Mijn excuses daarvoor. Goed, dus... ah, man, echt vervelend. Er zit iets in mijn neus te irriteren. Dat is vervelend. Oh, details die je niet wil weten over Zelda Play 20. Nou, ons paard die staat er gelukkig nog steeds. Dus, oké, wat je wil doen is je wil op een paard gaan zitten. En je wil dus zeg maar met deze muts hier praten. Hoi, muts. Ben jij een theemuts? Hey newcomer, you have a fine horse. I don't know where you stole it from, but... okay, how about challenging this horseback archery? Grappig punt! Heel veel mensen zijn eigenlijk een beetje teleurgesteld dat er daar wordt gezegd van... hey, ik weet niet waar je het paard van gestolen hebt. Maar technisch gezien heb je het paard wel gestolen van de London Range. Niet van Mellon, omdat Mellon is wie weet waar. Maar je hebt het technisch gestolen van Luigi. Ja, je weet wel die gast. Omdat, ja, hij heeft de ranch overgenomen, bla 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 bla. Maar goed, minigame. Once the horse starts galloping, shoot the targets with your arrows. Let's see how many points you can score. You get 20 arrows. If you score 1000 points, I will give something good. Oké, ja, we willen het proberen. Deze minigame kost 20 rubies, dus... waarom ook niet? Nou, waar je dus zeg maar voor wil gaan is voor de bullseye. De bullseye is, 100 punten waard. De zijdring is 60 punten waard. En de buitenste ring is maar zeg maar... oh, dit is even wennen. Is dus zeg maar 30 waard. Deze potten die je hier kan raken, kun je ook gelijk raken voor 100 punten. Dus die wil je gelijk meenemen. En ik schiet veel te hoog. Dus vergeet niet, je kunt 5 keer missen. Om dus zeg... oh, sorry, we moeten de 1000 maar hebben. Ik loop te ver op vooruit voor zaken. Dus we hebben nou 1020 punten al. Dus eigenlijk zitten we al goed. Dus... oh, ik zit nog te ver weg. Oh. Nou ja, laten we kijken hoe we kunnen komen. 1430. Haha, take that in your pocket. Iets. Fantastic. You're a true master. Weet ik. I will give this to you. Keep improving yourself. En het geeft ons een piece of heart. Nou, om heel eventjes te verduidelijken. Dit is de ene laatste piece of heart. Er is nog maar één piece of heart in het hele spel. Met een glitch niet meegerekend waar ik het gisteren over had. Goed, nou, met dat gedaan te hebben, is er nog een minigame die we moeten doen. Exact dezelfde, maar dan een stukje moeilijker. Dus je wil weer op een paard gaan staan, je wil weer met haar praten. En dan horen we ondertussen ons mailgeluidje op de achtergrond, hartstikke leuk. En dan zegt ze dus dat je 1500 moet gaan halen, waar ik dus eigenlijk naar doelde net op het moment. Dus dit wil zeggen dat je of 15 perfecte bullseyes moet scoren, en 5 pijlen dus zeg maar kan missen.
Of je schiet een paar keer op de 60. Nou, eerst de potten. Oké, okay, we hebben één pijl al gemist. Twee pijlen al gemist. Dit gaat al goed. Dit gaat al heel erg slecht. Ik ben bang dat ik het niet ga halen de eerste keer nou, hoor. Serieus, de eerste keer ging het een stuk beter. Oké, okay, bullseye. Mis. Mis. Oh, 60. 60. Nee, dit halen we al niet meer. Dit halen we al niet meer. Dus, even kijken, 7, dan kom ik op 14,50. Oké, okay. La 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 la. Als ik het niet meer kan halen, dan doe ik gewoon even de pijlen wezen en noem het maar op. Dus, ja, je hebt plenty of practice, omdat ik het eigenlijk gewoon een beetje expres opschreeuwde. Goed, nog een keer. Met de 3DS trouwens is dit enorm makkelijk om te doen als je dus zeg maar de motion controls aanzet. Dus dat je kan richten met je 3DS zelf. Oké, okay, nou, ik mis een pot. Ik ben die frame drop en... Oh, ik ben die frame drop niet gewend. Oké, okay, nou kijken of ik het nog kan halen. Oh boy, dan moet ik minimaal 60... Oké, okay. Ik kan het nog halen. Maar dan moet ik minimaal 1 keer 60 in de red allemaal bullseyes raken. Oh boy, kan ik dat doen? Ja, we hebben niet... Oh, oké, okay. Ik kan het al niet meer halen. Kom op zijn minst 1000. Oh, net zat ik gewoon op de 1470. Nou, ik probeer het nog één keer en daarna krijgen we gewoon een filmmontage. Yay, filmmontage! Ja, we proberen het nog een keer. La 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 la. Oké. Concentratie, jongens. Ik heb hier gewoon mensen gezien die hebben hier gewoon echt de 2000 punten gehaald. Oké, okay, nou zitten we er goed voor. In het midden, op het moment dat je terugloopt, wil je zoveel mogelijk zeg maar de bullseyes raken. Waarom? Als je daar dus zeg maar terugkomt, dan is het heel erg moeilijk om dus zeg maar recht goed te mikken. Dus, oh oh. Je speelt te veel tijd. Oh boy. Nee, ik haal het al niet meer. Damn it! Het ging zo snel! Ach. Oh, nog één pijl. 60 is al goed. Ah, snijkjes! Yes! Yes! In the face! In the face! Als je dit voor elkaar hebt gekregen, dan krijg je de biggest quiver in het spel. Deze quiver die kan op het moment... ja, op het moment kan eigenlijk het altijd. Maar goed, ik zeg op het moment. Waarom werk ik op het moment? Dat weet ik niet. Maar goed, hij kan dus zeg maar 50 pijlen dragen. Wat eigenlijk best wel heel erg handig is. Nou, ik zie dat we nou 7 afleveringen in deze minuut zitten. Jokes getting old. Verzinnen is iets nieuws. Oké. Dus ik denk dat we wel inderdaad nog die andere sidequest net zo goed kunnen doen. Ligt eraan, misschien wordt het een 2-parter dat we dus zeg maar morgen verder gaan. Ligt eraan, ligt uit, ligt aan, ligt uit, weet ik niet. Want het kan best wel een lange sidequest zijn. Dus daar moeten we eventjes naar kijken hoe dat we dat, hoe dat, we dat gaan indelen. Dus oké. Okay. Get down! Wat we willen doen is, we willen met deze T-muts hier... Niet met deze T-muts. Met de T-muts hier beneden praten. En dan bedoel ik ook niet met Navi. En deze T-muts hier. This is a Gerudo's training ground. Membership card verified. 1 try for 10 rubies. I want to try. Alright, I'll take your 10 rubies. Give it your best shot. Nou, dit hoef je eigenlijk. Dit is niet echt een minigame of iets. Dit is eigenlijk ook weer een van de mini dungeons die je hebt in dit spel. Nou, je hebt dus zeg maar 2 verschillende kanten die je hierop moet kunnen gaan. Je hebt zeg maar. Links en rechts, middelste, dat is alleen maar voor later toe. En sommigen die raden aan om hier zeg maar te komen met de Silver Gauntlet. Dat is een item die we later gaan krijgen die je sterker maakt. Ik zeg, is niet nodig, niet nodig, niet nodig. Want als je het doet op deze manier kun je hier al gelijk doorheen. En ik moet heel eerlijk zeggen, dit is zinloos. Maar het is een 100% run met uitzondering van de Skulltula's, dus vandaar. Goed, wat we dus moeten doen is, in elke kamer moeten we dus zeg maar een soort van objective halen. In deze is het toevallig, versla alle vijanden binnen 1,5 minuut. Krijg je die 1,5 minuut niet voor elkaar, neem je een hartje schade en dat zou heel erg vervelend zijn. Nou, we gebruiken hier geen potions, geen fairies, dat is onze challenge zoals altijd. Omdat ik haat die challenges te gebruiken. Dus, oh kijk, nou toch eens, ik heb eventjes de bommen nodig.
Dat verdient een bommetje. Oh, hij heeft hem dadelijk gezien, hè? Beamos! Dat is een Beamos! Oké. Okay. Beamos is uitgeschakeld. Wil niet te dicht bij die randen komen. Aangezien dat daar Microsoft Firewall op zit. Dus wat je wil doen is. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik heb nog nooit meegemaakt dat ze daar vast komen te zitten. Maar goed, maakt niet uit. Oké, dus elke challenge die je compleet krijg je een sleutel. En de middelste kamer is eigenlijk een soort van sleutelkamer die je nodig hebt. Om daar dus zeg maar, ja, je hebt hem niet echt nodig, maar waar je dus zeg maar heel veel sleutels voor nodig gaat hebben. Om dus zeg maar bij de main treasure te komen die in deze mini dungeon ligt. Nou, deze is zeg maar van Cross the Sea of Flame. Flame. Nou, eigenlijk is het dus heel erg makkelijk. Wat je hier moet doen is, trek je hoverboots aan. En als je die aantrekt, probeer alles zeg maar te verzamelen wat je hier tegenkomt. Weer van die irritante, ja, we hebben ze weer, stomme zilveren rubies. Oh, nou ja. Als je de hoverboots gebruikt, hoef je dus geen zorgen te maken over enige problemen hier. Want je kunt dus heel erg makkelijk gewoon, zeg maar, al die dingen te pakken krijgen. Zonder enig probleem. Nou, zit er hier zelfs nog een leuk trucje, wat ik jullie zeker wil vertellen. Volgens mij krijg je dat trucje. Ja, volgens mij is het nog niet eens een trucje, hoor. Dus, oké, dan zit er daar nog een, dan zit er daarboven nog eentje. Die ene is heel erg makkelijk te krijgen. Je hebt daar een switch. Die switch wil je springen. En volgens mij is dat op een tijdslimiet, dat je dan zo snel mogelijk naar die Circle of Flame moet gaan. Dus, je hoort geen tijddeuntje gaan, maar geloof me, hij is op tijd. Wat een best wel nadeel is. Dus, tenminste, ik weet zeker dat hij op tijd was. Oké, okay, ja, soms zie je me eigenlijk best wel eens rollen voordat ik dus, zeg maar, van een ledge afspring. De reden waarom dat ik dat doe is, dan maak je dus zeg maar iets verdere distance en dan krap je niet aan door een ledge. Maar dan kom je dus zeg maar automatisch op het platform terecht. Dus, vandaar. Goed, nou, eventjes daarop richten. Hier, hoorde je hem? Oké, dit opent de deuren en daar houdt het zeg maar mee op. Nou, dus het is wel een secret. Zoals je daar kan zien liggen, daar ligt een sleutel. Die sleutel is te pakken, nu al. Zonder dat je dus zeg maar enige moeite ervoor hoeft te doen. Wat je wil doen is, je wil hier gaan staan. En dan zie je dat Navi groen kleurt. Nou, op het moment dat Navi groen kleurt, pak je de ocarina en speel je de Song of Time. Ja, de Song of Time. Wat? Oh, ik stond op een slingshot. Toi, never mind. Oké, komt ie. Dan zie je dat er dus zeg maar een paar blokjes voor je verschijnen. Nou, deze blokjes die hebben we dus zeg maar automatisch nodig om het dus voor elkaar te krijgen om die ene sleutel te pakken te krijgen. Yay, blokjes! Yay, sleutel! Such sleutel, such wow, such yay. Nou, als je dus zeg maar... Ja, heel erg mooi. Als je dus zeg maar gaat kijken hier door deze gang heen en dan kom je dus zeg maar in de sleutelkamer. Hier wil je niet je sleutels aan verbrassen. Kunt u wel een gratis kistje oppakken? Ja, if you als je genoeg sleutels verzamelt, bla 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 bla, is iedereen heel erg blij. Superleuk, super swell, hartstikke leuk, hartstikke fijn. Nou, als je dus zeg maar hier dit kistje openmaakt, krijg je automatisch een paar bombetjes. Ik dacht dat er hier rubies in zouden zitten, maar dat maakt niet uit. En hier wil je dus absoluut, volgens mij kun je hier nog niet eens. Ja, je kunt die muren wel beklimmen, maar dat slaat nergens op. Ja, je kunt die sleutels verbrassen niet doen. Oh, wacht, nee, dat is een kistje daar. Oh, kistje. Volgens mij was deze dan rubies. Is dit rubies? Pijlen. Oké, nou niet echt nodig gehad, maar prima. Dus het zijn een beetje zeg maar van die voorbereiding dingen die we dus zeg maar kunnen gebruiken in deze mini dungeon. Deze deur niet openmaken. Als je deze pad volgt met de deurensleutel die daar dus zeg maar heen gaat, kom je automatisch terug weer bij het begin van de tempel en heb je 2 à 3 sleutels al verbrast. Dus die deuren wil je niet openmaken. Geloof mij maar. Heb ik jullie ooit de verkeerde weg ingestuurd? Nee toch? Precies. Nou, inie, mini, mini, mo. Ik denk dat ik als eerste deze kant op ga. Kunnen we eindelijk die pantoffels uit. Oké, deze die is best wel irritant. Ja, 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 ja. Elke kamer heeft een beetje, zeg maar, van de puzzels die we eerder al hebben moeten oplossen. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Wat we hier moeten doen, is namelijk weer de Song of Time spelen.
Ik weet niet, ik hou van die joker in, dus daarom hou ik dan even gewoon even stil. Nou, dan zie je dus zeg maar dat je hier het water in moet. Nou, dit water wat we hier hebben is stromend water. Dus op het moment dat je dus zeg maar beweegt zonder je iron boots, heb je dus zeg maar een probleem dat je dus zeg maar meegeswingd wordt met de stroming. Nou, je wil deze vijanden zeker heel eventjes uitschakelen. Want deze worden alleen maar irritant. Zoals je ziet, we krijgen 2 minuten de tijd. Dat is alleen maar omdat we ons blauwe pakje niet aan hebben. Dus ja, mocht ik even in tijd zijn komen, dan zullen we hem even een blauwe pakje weer aanzien doen. Waarom kan ik jou niet raken? Oh, ik vind het zo irritant, hè. Mag ik jou... Auw. Mag ik jou raken? Auw. Mag ik jou raken? Jou dan. Kom op! Ah, deze beesten zijn zo irritant. Ik ga gewoon jou raken. Oké, dat is 1 minder. Nou, jij doet wel eventjes sparkle, sparkle, sparkle. Doe je bek open. Hoppakee. Nou komen we ergens. Nou ben ik tevreden. Ah, kom op! Die was raak! Kun je me heel veel vertellen, maar die was gewoon raak. Daar. Oké, nou, dan moeten we wel eventjes de boots eventjes uitdoen. En nou hoop ik dat ik het goed doe. Ja, we hebben hem. Kan ik gelijk ook die ene hier pakken? Even kijken, waar zit die? Nou, we kunnen wel... Oh, daar zit er eentje. Die kunnen we eigenlijk makkelijk pakken. Even een rondje mee nog. Ik haat deze kamer echt serieus, jongens, maar... Jullie weten mijn standards over waterlevels. Oké, nou. Eventjes ademhappen. En weer terug naar de boeien. Goed, nou zien we er dus zeg maar nog eentje daar in de hoek zitten. Die is heel erg makkelijk te pakken. Die doen we dus zeg maar op dezelfde manier als net. Alleen die is ietsje hoger. En die andere die daar zitten kun je dus heel erg makkelijk pakken door gewoon je eigen te hoekshotten naar die muur toe. En dan eigenlijk helemaal niks te doen. Ik weet het, het zijn weer van die zilveren roepies. Daar word ik echt niet vrolijk van. Oh, en van jou word ik ook niet vrolijk. Dus ik zou je heel eventjes uitschakelen. Het spijt me, maar het moet gebeuren. Nothing personal. Oké, nou, laten we ze heel eventjes die schoentjes eventjes vervangen. Oh, nee, 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 nee. Oké, dan doe ik het anders. Dan doe ik het anders. Iron boots. Heb ik hem? Nee. Iron boots uit, naar voren. Nee! Oh, ik haat deze zo erg, dit muntje. Dit muntje is echt een van mijn minst favoriete muntjes. Goed. Doe ik het anders. Oh, nou schuif ik naar voren. Nou ja, we kunnen niet sturen op het moment dat we hem gebruiken. Dat is zwaar irritant. Oké, ik ga gewoon erachter staan. Het één muntje die zoveel problemen kan geven. Ik noem het muntje omdat... postzegels. Oké, nou. Weet je wat, kan ik niet gewoon in die hoek gaan staan zo? Oh, nu aanzetten. Oh, please zeg me dat ik hem heb. Please zeg me dat ik hem heb. Please zeg me dat ik hem heb. Please, hebbes. Oh, ik haat dat ding zo erg. Oh. De struggle. De monkeys. De fietsventieldopjes. Dit is gewoon het punt dat ik gewoon willekeurig geworden aan het schreeuwen ben. Omdat ik niet weet waar ik over moet praten. Goed. Nou, als je dus zeg maar die dingen hebt gehaald. Ja, 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 ja. Dan krijg je dus een kistje. En wat zou er in een kistje zitten? Schub hem open. Want dat vind ik het leukste met Link. Zeepie. Die schubt ze open. En we vinden dus een small key. Blij toe. Goed. Nou, ik denk dat ik nog 1 kamertje doe, want we zitten nu op bijna 20 minuten. Dus ja, zoals jullie weten, ik wil niet al te lange afleveringen maken. En 20 minuten is eigenlijk al behoorlijk lang. Nogmaals, ik ben een oude Farfetch die opgegroeid is met op het moment dat YouTube nog maar 11 minuten tijdslimiet had. Of eigenlijk 10 minuten 30 om precies te zijn. En daarna werd het eigenlijk 15 minuten 30. En daarna hebben we eigenlijk pas unlimited videotijd gehad. Dus, en vergeet niet, het is lekker weer. Dus jullie moeten niet de hele dag achter je computer gaan zitten. Tenzij dat je lekker buiten achter je laptop zit op je tablet. Dus, ligt eraan. Find the secret passage in this room. Dat maak ik zelf al uit. Oké, nou, eventjes jullie even uitschakelen. Deze kamer is op zich eigenlijk best makkelijk. Want we kennen de totempaal van de tweede tempel. En, oh mijn god, vuurkies. Ik haat vuurkies. Kan ik even die pantoffels uitdoen? Dank je. Glij overal naartoe, zeg. Hallo. Pijl in je smikkel. Haha.
Oké, nou, de ocarine hebben we op dit moment niet nodig. Eventjes de hamer eventjes dus pakken. En dan kunnen we dus, zeg maar, al deze dingen eventjes uitschakelen. Op het moment dat je alle vijanden hebt verslagen, komt er automatisch, zeg maar, dat de deur open gaat. En tot we heel erg blij zijn, komt er een kistje. Volgens mij heeft het kistje geen sleutel. Zowel, why? Maar ja, we zullen eventjes gaan kijken. Volgens mij had deze geen sleutel. En heb ik het goed? Heb ik het fout? Ik heb het goed. Gelukkig maar. Ik mag het een keer goed hebben, zeg. Wat lief van dit spel. Oké, nou, eventjes hier de hamer op gebruiken. Want achter één van deze totempalen, daar ligt, zeg maar, dus een secret to everybody. Hallo. Kijk, ben jij de secret to everybody? Nou, jij opent alleen die deur. Oké, nou, dat is wel heel boeiend. Er zit nog een secret to everybody, don't worry. Juist, hier zit hij. Die zorgt ervoor dat dit vuur uitgaat. En wat zit er in dit kistje? Wat denken jullie? Niks anders dan een sleutel. Yay. Oké, nou, we hebben 4 sleutels gevonden al zover. Dus ik vind dat we op zich een hele goede progress hebben. Dus morgen gaan we natuurlijk verder met deze mini-dungeon. Heb je nog vragen of een leukste momentje? Laat het weten in de reactie als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. Ik dank jullie voor het kijken. Jullie zijn awesome zoals altijd. Ik kan jullie niet genoeg bedanken. Ik hoop jullie morgen allemaal te zien in de volgende aflevering. Bedankt voor jullie support en tot morgen. Dan gaan we verder met deze zinloze kamer. Doei! Eigenlijk is het een zinloze dungeon, maar dat maakt niet uit.